Yo, goedelijkheid is een gelukkigvideo van FIFA 21. En dat is niet zomaar FIFA, want je ziet in carrière, wat, waarom nu al? Nou, ik ga het soms ook alvast carrière doen, gewoon even leuk. Want, hoezo? Nou, het is niet echt meer een normaal rifle ding, oftewel, ja, ik kan nog maar 14 potjes. Ik heb 14 potjes al gespeeld, 120, en ik moet ze nu wachten, eigenlijk tot, ja, ik kan die nog afspelen, maar dat ga ik sowieso binnenkort, misschien morgenmiddag even, als ik, ja, wat tijd heb, dan ga ik bijvoorbeeld dan even die, die paar potjes spelen, zo, maar, dat vind ik dus heel stom, kijk, dat is het dus als ik dus straks, omdat het zoveel dagen is, en dan heb je dus zoveel potjes nog over. Dat is zo jammer. Ik vind het zo jammer dat het zo heeft veranderd. Je kan gewoon bijna niet meer, grinden. Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat zo stom. Ik wil echt graag teruggaan naar het oude. Even naar het groene van FIFA 20. Of ik bedoel FIFA 21. En dan, ja, zo. Dat is veel fijner. Maar... ja, IE is de baas over FIFA, laat ik het zo zeggen. In ieder geval, die had FIFA bedacht, die zijn de baas en die bedenken hoe het eruit ziet. Dus ik kan er niet veel aan veranderen. Maar, ik zou zeggen, ga terug naar eerder. Terwijl, laat het niet zo, hoe je het nu hebt. Maar, daarom doen we dus af en toe carrière doen. Dus, en wij gaan denk ik van... een keer managerscarrière, denk ik. Ja, bij spelerscarrière moet je alleen maar spelen. En dat is niet echt heel leuk. De welke? Is dat trouwens een vrouw? Zakkort zelfs. Want ik kan hier dus nu ook om mijn eigen naam. Wacht, ik ga zo'n anders doen. Gewoon mijn streamers naam, jongens. Gaan we gewoon doen. En ook, ik ga er ook. Ja, even in de tussentijd. Ja, dan hop, allemaal zo. Gewoon even zulke een zak kan doen. Dat doe ik toch niet. Ik denk dat dat misschien wel leuk is trouwens ook om anders gewoon te doen. Ik denk dat dit het beste is.
Ik moet hier even pesten. Dan moet je hier op de... Ik kan mijn eigen club, maar ik zou dat doen. Ja, ik ga dit gewoon doen. En dan weet hij denk ik al wat ik ga doen. Denk ik. Dan moet ik het niet zo typen. Anders. Dan gaan we terug Amerika zien. Ik ga even kijken welke is. En waarom zit er trouwens ook, ja, Toronto bij? Zo, wat de fuck, waar? MLS is toch voor Amerika? Wat pas een beetje bij dingen bij, ja, bij fans geworden. Zal wel bij passen. Bij de... Daar ben ik weer. Sorry dat ik niet heb gepakt. Maar nu gaan we heel even naar het uiten nu.
Wat een leuk uit nu. Deze. Die is ook wel vet. Ja, en dan nu moet ik heel even dit kijken. Wat een mooi stadion. Wat zou ik te doen? Ja, dit gaan we zo doen. Oh, ik ben nog eens vergeten. Dit is wel vet, denk ik. Zo gele lijntjes. Ja, dat hebben we dus ook.
Ja, dan moet natuurlijk de last zijn. Ja, en nu kun jij klimmen? Even overslaan. Maar ik denk dat we hier de volgende keer verder gaan. Dus ik denk dat dat wel... Ja. Ik denk dat het wel leuk is om hier nu te stoppen en de volgende keer verder. Want dan gaan we dus ja, soms, ja, die matches leuk spelen ofzo. Ik weet niet. Ik weet niet als je het zelf moet doen. Ja, ik weet niet hoe dit helemaal in elkaar zit. Ik dacht, dit is misschien wel leuk voor. Ja, voor gewoon. Dus door gewoon even soms te doen. Maar ja, ik doe natuurlijk ook nog rifles. Maar in ieder geval, de volgende keer. Zullen we misschien weer live voor Rewards doen en dan daarna weer. In ieder geval, ik moet gewoon kijken hoe het uitkomt. Wat ik, als ik het heb gedaan en als ik kon doen. In ieder geval, zo, dus de volgende keer, ik laat wel weten op mijn story wat ik doe voor video. Ofwel als ik carrière doe of live voor Rewards. Maar ik... Dit is hier nu. Ik hoop jullie deze video leuk vonden. Zeker even een blauw duimpje hoog. Zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik doe dat zeker heel even. En dan zeg ik zoals altijd adios.